Fucking je weet waar je heen moet. Dus voor degene die zich nu afvragen van wat is hij dan doen? Ken je het level niet? Eet smakelijk. Ik hoop dat je van je hutspot kan genieten. Ja, dit is de internet. Ik doe op dit moment een aantal random maps op nightmare level, dus zeg maar het moeilijkste van het moeilijkste. Maar dit is nog niet echt nightmare, dit is gewoon raar level design. Ik had een moeilijke bedacht. Dit is gewoon. Als dit nightmare is. Vote 0 sterren. Het is zo'n map. Dit lijkt er meer op. Ja, Nightmare is ook moeilijkheid van hele moeilijke maps, gewoon random. Ja, dit is wel interessant. Vijf sterren. Ik wil ook een keer die map editor gebruiken. Lijkt me echt leuk. Ik heb het nog niet gedaan, eerlijk gezegd. Schiet maar. Dan gaan we... Volgende stream sessie gaan we zelf een level bouwen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Hey Rick, ik weet niet of je net gezien hebt. Unlockte beide Joseph en Alien Hominid. Ja, precies, in hart of zo. We zullen zien. We gaan wat moois maken. Niet alle, per se heb toch niet Gish. Gishy is awesome. Hoe lang hebben we nog? Nog 10 minuutjes. Voor degene die het nog niet wisten, over 10 minuten komt Emil. En die gaat verder met Zelda. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Wat vinden jullie tot nu toe van de laatste 3 dagen van de stream? Zeg maar de eerste 3 dagen, laatste, whatever. Wat vinden jullie tot nu toe van de stream? Als er dingen zijn die wij moeten veranderen of moeten anders moeten doen, stuur je suggesties, je ideeën, je hints, je tips, alles. Naar stuur naar onze Facebookpagina of naar zurk@gamersmethart.nl of rick@gamersmethart.nl of oxy6@gamersmethart.nl en wij zullen met ons hart een antwoord geven en gaan bedenken. Ga kijken of Kirsten zo bij staat. Thank you.
Nog meer rockets. Ball goo. Maar dat is toch andere goo, dat is goo van World of Goo. Nee. Even kijken. We gaan zo eens kijken wat het is. Kijk, een character selector. Random level. Eens even kijken welke we allemaal hebben. Oh wacht, ik zit in het foute scherm te typen. Ik zit op Skype te typen in plaats van hier. Kijken. Push the buttons. Nee, dit is niet Gish. Dit is echt Goo van World of Goo. Gish ziet er wat meer evil uit. En Gish is iets sneller. Of course. Geen idee. Ik heb echt geen idee. Gewoon een grid proberen. En dan maken ze ruimte voor Emiel. Dat Emiel erbij kan. Een lekker pannenkoeken eten met stroop. Ja, precies. Oeh, glitch wel klaar. Thank you.
Wat is ook weer die code voor, wat is ook weer? Voor tofu. Tofu man of what heet. Pedophile, oké, ik zal hem zo eens even invoeren. Ik weet nog wat er was, ik kon helemaal geen reet met dat kerk doen. Ja, die kan heel amper springen en zo. Ik vond het hele verhaal achter die beta met Tofu Man awesome. Ik heb ook gereed mee. Oei. Volgens mij kan ik niet eens het eerste level ermee halen. Nope, je kan er nog eens het eerste level mee halen. Nou, het is 7 uur en ik had beloofd om 7 uur eraf te gaan, of afgesproken. Dus ik ga stoppen. Zo gaan we gezellig zo. Dank jullie wel, dat is ook awesome te streamen. Bedankt voor het kijken en voor het meegenieten. En voor de gezelligheid. Even kijken. Het spijt me. Emiel die gaat overnemen. Die zal om 7 uur dit overnemen. Ik blijf op praten dat Emiel terug is. En als hij hem over wil nemen. Ja, 2 minuten nog. Oké. We hebben nog 2 minuten. Doe je laatste woordjes. Doe je laatste request. Wat wil je horen in de laatste 2 minuten? Vertel het. Er is nog 2 minuten voor we praten. Oké.